Goedenavond is het inmiddels. Goedenavond. Helemaal uit Monnikendam naar Gulpen gekomen? Ja, ons jaarlijks uitje en dit jaar naar Gulpen. En jullie zijn een vereniging? Nee, we zijn allemaal tennismaten van elkaar. En elk jaar hebben we dat soort uitje, dat doen we al 12 jaar. En diverse locaties in Nederland. En meestal is dat een beetje met een themaatje. Nou, dit jaar hebben we een themaatje een beetje natuur en milieu. En dat doen we elk jaar eigenlijk wel een beetje. Dus jullie brouwerij komt wel goed in ons plaatje. Dus ook een bewuste keuze gemaakt om vandaag eigenlijk naar hier te komen. Want jullie hadden ook naar een andere brouwerij. Nee, echt dat gedaan, ja. De proeverij, hoe was dat gegaan? De proeverij hier? Ja, geweldig. Moeilijk? Ik vond het erg moeilijk, ja. Ik vond het bier proeven vond ik moeilijker dan wijn proeven, moet ik zeggen. Ja. Ja, is omdat het een koolzuurhoudend product eigenlijk is. Maar wel erg leuk. Leuk gedaan. Ja. Ja. En vanavond hebben jullie nog een activiteit, of niet? Ja. Vanavond doen we wijnproeven. Wijnproeven. En een beetje ouwe hoeren. Oké. En eten, hoe gaat dat? Ja, we hebben gisteravond hebben we zelf gekookt. En vanavond hebben we een plaatselijke cateraar bereid gevonden ons eten te brengen. Dus erg handig. Dus jullie krijgen echt een Limburgs gerecht vanavond? Krijgen Limburgse ham. Grote ham. Met van alles en nog wat. Oké. Dus ik ben benieuwd. Mooi. Ja. Hebben jullie Monnikendam ook hulp om te verkrijgen? Geen idee. Nee? Nee. Volgens mij hebben we daar een hotelletje, die hebben onder andere Châteauneuf behoort. Welk hotel is dat? De Posthoorn. Ja. Sterhotellen. Sterhotel. Leuke zaak, mooie zaak. Ja, hele mooie zaak. Ja. Mooi plaatje ook, hè, Monnikendam. We komen af en toe er wel, in Posthoorn. Goed, ik wil u bedanken voor het interview. Ja, en ik wens jullie nog een prettige voortzetting vanavond. Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor de